Hey, en leuk dat je kijkt naar deze hele korte review. Nou, we staan dus nou niet op een kermis of op een pretpark, maar voor het nieuwste reuzenrad die hier een half jaar zal blijven staan. Het is namelijk de Bella Vista, een reuzenrad gebouwd bij Lamberink, die al heel veel reuzenraden hebben gebouwd. Maar dat waren meer kleinere, dus degenen die op de kermissen rondreizen. Ik denk dat deze meer wordt ingezet voor evenementen en dergelijke. Want dit is namelijk een reuzenrad van onder naar bij 50 à 55 meter hoog. Dat is heel uniek, in ieder geval in mijn opzichten heel uniek, dat er van zulke hoge reuzenraden worden gebouwd. Tevens wordt deze geëxploiteerd door de familie Hoefnagels. Hoefnagels uit Duitsland. Ik neem aan dat dit de familie Hoefnagels is die altijd de aeronaut heeft geëxploiteerd. Die nou onder de voer reist in Nederland, tevens Duitsland. Dus ik denk dat deze reuzenrad van hun is. Nou, we gaan een lekker rondje opmaken. En ja, kijken wat we ongeveer op 50 à 55 meter hoogte zullen gaan zien. Hier boven Noordwijk. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke korte video slash review. Hier vanaf Noordwijk, vanaf de Bella Vista van Hoefnagels. Ja, dames en heren, we zitten dus nu op de Bella Vista, een reuzenrad, ja, gebouwd bij Lamberink, en daar rijden onder Hoefnagels. Inderdaad, het is de familie die de aeronaut in bezit had, en ja, dus even een beetje niks had, en dus nou sinds vandaag een heel nieuw reuzenrad hebben. Nou, de gondels van buiten zien er echt heel mooi eruit, echt heel mooi gepaint, bestickerd, echt heel mooi. Ook ben ik heel benieuwd hoe het eruit zal zien bij avond. Maar achter mij er zit een VIP-gondel. En ja, het verschil tussen dat is er daar lederen banken in. Natuurlijk kan je daar champagne in krijgen, eten, drinken. Maar we gaan nu ongeveer naar pak een beetje 50, 55 meter hoogte. En de ruiten lijkt of dat een beetje geblendeerd is. Dus ja, het ziet er wel leuk en heel mooi eruit als ik eerlijk mag zeggen. Maar ik ga jullie nou even lekker met rust laten. En ja, ik zou zeggen, geniet van deze rit hier op de Bella Vista van Hoefnagels. Soms zie je wel eens dat een reuzenrad niet altijd in één keer wordt beladen. Hè? Dus als je een sessie, ik ga een stukje verder door, weer een sessie laden. Nee, zo weet het niet. Dat heeft nou te maken met balans. Dus het is altijd, dus als je zeg maar 6 secties hebt op het rad, dan worden eerst 5. Dan weer schuin naar boven 5, dan weer daar 5 en zo wordt het beladen. Dat heeft namelijk echt te maken met balans en voor de motoren, omdat het niet goed is, als ik het goed weet en heb. Maar ja, zo werkt het dus zeg maar een beetje het reuzenrad. Dus dat je hem in balans houdt. En nadat hij weer vol is, gaan ze gewoon rondjes draaien. En dan doen ze weer sessie voor sessie weer uitladen. Dus dat je altijd balans op het rad houdt. Dus ja, dat hij niet in één keer het rad uit de middenbouw wegrolt. Ja, kan ook niet. Maar het heeft wel te maken met balans. Dus ja, altijd wel een beetje leuke technische feitjes om dat mee te nemen van hoe werkt een reuzenrad. Maar toch wel mooi dat nou dit grote reuzenrad hier in Nederland staat voor een half jaar. Echt heel mooi. Maar ook leuk om een heel groot reuzenrad van Lamberink te doen, dat die meestal nooit zo groot zijn. Dus echt meestal pak een beetje 30, 35 meter. Maar deze is gewoon 50 meter. Dus echt een heel groot rad. Echt heel groot. Meestal ben ik gewend bij Lamberink, altijd van die kleine ronde grondeltjes en open. Dit zijn gesloten grondels, dus ja, ik ben benieuwd, heeft dat nou te maken qua hoogte? Of denken ze van, oh, dit is misschien wel mooier, dus gesloten grondels. Of heeft dat echt te maken wegens keuringsinstanties? Ja, waar zou dat allemaal mee te maken kunnen hebben? Want meestal bij Lamberink ben ik gewend echt van die open ronde grondels, zeg maar. En niet van zulke gesloten grondels. Dus waar zou dat bijvoorbeeld aan kunnen liggen? Dat de keuze daarop is gevallen. Misschien echt wel vanwege veiligheid, redenen, omdat deze 20 meter hoger is. Misschien heeft het daar wat mee te maken, maar dat weet ik niet. Maar ja, het is gewoon een leuk en een mooi reuzenrad, als ik het echt eerlijk mag zeggen. Meestal dit soort grondels ben ik gewend bij Mondial en niet bij Lamberink. Dus ja, ik denk toch wel een beetje een aparte keuze. Of misschien heeft het wel te maken wegens de hoogte ervan. Nou, dames en heren, we gaan zo meteen ook nog even een avondritje opmaken als het donker is, volledig donker. En als je heel goed kijkt naar de bakjes, zitten soms een beetje flikkering in, soms een regenboog dat erin zit. Of ja, dan verandert van kleur naar kleur. Ja, echt waar, dames en heren, er is echt heel veel aandacht aan besteed aan verlichting. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zal hij erbij staan als hij volledig donker is. Alleen jammer één dingetje is nou dat naambord Bella Vista, dus het naambord hier bovenin, dat die nog niet werkend is. Nou, ik hoop dat ze het wel zo snel mogelijk werkend zullen gaan hebben. Maar dat klein naambordje hier bij de kassa van Bella Vista, die staat wel aan. Dus ja, ik hoop voor de familie Hoefnagels dat ze het grote naambord zo snel mogelijk werkend zullen gaan hebben. Maar het is ook de eerste dag dat ze open zijn en mee draaien. Ja, dat kan er wel eens zijn dat er dingetjes bij zitten dat het nog niet volledig doet. Bijvoorbeeld als je naar deze spaak hier kijkt, dat daar een kleine storing in zit. Dat is wel een beetje jammer vanuit de fabriek. Maar hij is ook nog maar net open, dus nou, er is wel hier en daar nog wel werk aan de winkel. Maar hij ziet er echt schitterend uit, dit reuzenrad. En dan bijvoorbeeld bij deze spaak doet de ledstrip het niet van de spaak zelf. En tijdens het tussengedeelte tussen de gondels doet het niet. Ja, dat is ook wel een beetje jammer. Maar ja, het resultaat mag er echt zijn hoor, dames en heren. Als je hiervoor staat, voor het Bella Vista Rad van Hoefnagels. Uit het mooie Duitsland, tevens Nederland. Nou dames en heren, nu staan we stil, dus we staan nu ongeveer op pakken bij het 50 meter waar we nu op zitten. En het dingetje wat me opvalt is dat de voorkant, dus deze kant is de voorzijde, daar brandt, staat de verlichting aan. Maar gaan we naar de achterkant, daar zit ook LED verlichting, maar dat staat uit. Wel een beetje jammer, van waarom? Terwijl het Lamberinkraden tegenwoordig aan allebei de kanten ja, belicht zijn. Dus vroeger niet, maar tegenwoordig wel. Dus echt apart dat ze aan de rechterzijde wel de verlichting hebben staan, maar aan de linkerzijde van de spaken niet. Wel een beetje raar. Maar verder is en blijft gewoon echt een heel mooi en geweldig reuzenrad, Bella Vista. Wel iets van betekenis van mooi uitzicht. En zo zie je eigenlijk hoe groot dat het jut is, dat er in het midden zit. En aan het jut, daar zitten dus eigenlijk alle spaken aan vast van het reuzenrad. En dan heb je zeg maar hier een tv-scherm hangen en aan deze kant dan weer niet. Terwijl dat het Lamberinkraden dat eigenlijk allemaal hebben aan de voorzijde en aan de achterzijde. Is hier niet voor gekozen. Dat is maar ook een dingetje dat opvalt. Maar verder, het is gewoon een heel mooi en geweldig reuzenrad. Echt waar. Hoefnagels, gefeliciteerd ermee. Met dit geweldige rad. Echt. Ook complimenten. En dan gaan we dus uitstappen. En klaarmaken voor de dag van morgen. En dan gaan we naar Aken toe, naar de Okker Oosteren. Ja, dames en heren, hierbij hoop ik weer dat jullie hebben genoten van deze aparte review. Meestal zijn jullie gewend dat ik altijd volledige kermisreview, pretparkreview of vlog. Maar ja... Dit zou ik eigenlijk pas deze week aankomen, dat er een heel nieuw reuzenrad was gefabriceerd. Ik wist wel al langer dat er eentje gefabriceerd zou worden, maar dat hij hier in Nederland in première zou gaan, Dat zag ik pas eigenlijk deze week. Maar ik wil de familie Hoefnagels hierbij van harte feliciteren met deze mooie aanwinst. Hopelijk dat jullie buitenom evenementen ook mooie kermissen mogen gaan draaien met dit geweldige rad. Ofwel de Bella Vista van Hoefnagels. Een 50 meter rad gebouwd bij Lamberink uit Nederland. Hey, waar vind je dit soort mooie kwaliteit? Maar echt, het is een heel mooi rad. Hij staat hier sowieso voor een half jaar. Dat is gewoon eigenlijk het hele kermis- en pretparkseizoen dat hij hier staat. Nou, ik hoop echt dat hij ook op de reis kan en mag gaan. In plaats van alleen evenementen of dit soort dingen. Want tegenwoordig, sinds een paar jaar, doen ook gemeentes reusraden huren, zeg maar. Voor een hele lange tijd. En ja, dan vind je bijvoorbeeld een verdwaald reuzenrad. Bijvoorbeeld hier is het nou Bella Vista van Hoefnagels. Die zijn première mag doen hier. Echt hartstikke mooi. Ik had verwacht van dit zal ergens in het buitenland staan. Maar gewoon in ons eigen kikkerlandje. Dat zou ik echt totaal niet aankomen. Terwijl ik ook opbouwfoto's heb gezien op een kermis in Bonn. Dus ik dacht van dit reuzenrad dat staat in Bonn. Maar blijkbaar heeft de Hoefnagels bij Lamberink 2 reuzenraden besteld. Dus ja, echt geweldig. Dus het kleine reuzenrad, die staat op de kermis in Bonn nu te draaien. Waar hij naartoe gaat, dat weet ik niet. Maar dit reuzenrad, ofwel de Bella Vista, de grote variant, 50 meter. Die staat gewoon hier voor een half jaar. Dus je kan hem gewoon lekker komen bezoeken. Maar morgen gaan we naar de Okker Oosteren in Aachen. Gaan we wat leuke attracties doen. Voor mij een flipper die ik eigenlijk nog nooit heb gezien, maar die wel in de afgelopen 1,5-2 jaar een restel heb gekregen van Flipper Steamer. Namelijk ja, het type flipper, dat is wat ik net zei. Als het goed is om de Langhof, maar dat durf ik even niet te zeggen. Maar ja, dat is dus vanmorgen. Ik zou eigenlijk morgen ook een klein voorproefje gehad hebben op Blackout van Steurer. Maar helaas, wegen technische mankementen, ja, is die niet komen opdagen. Kan gebeuren. Het zijn ook maar apparaten, machines, hoor, attracties. Die kunnen ook technische problemen hebben. Maar ja, dat is dus vanmorgen. Maar had je het nog niet gedaan, vergeet natuurlijk even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube-kanaal Dutch Coaster Community abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, onrides en offrides vanaf camps en pretparken. En hier vanuit Noordwijk, zegt hij doei, punt. En tot de volgende video. En dat is namelijk morgen vanuit Aachen. Maar ik zou zeggen, tot de volgende keer bij een kermis of een pretpark.